Een jaar van verbouwingen en vernieuwingen. Een jaar vol dynamiek en duurzaamheid. Een jaar met hoogte en dieptepunten. De samenwerking tussen alle verschillende partijen, publiek en privaat, verliep weer uitstekend. Bij uitdagende klussen als de NSS en tragische gebeurtenissen rond de MH17. Amsterdam Airport Schiphol is toe aan een tussensprint, een tempoversnelling. Ik wil actie, doorpakken, doen. Als ik denk aan wat moet Schiphol doen in 2015, nou, dan we in ieder geval verder gaan met de goede manier van samenwerking zoeken met alle partners op de luchthaven. Schiphol heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, net zoals KLM heel veel geïnvesteerd heeft. We hebben als KLM bijna 80.000 passagiers per dag die van en naar Schiphol reizen. Dus als u vraagt wat moet Schiphol nog meer doen, is investeren in kwaliteit. En toen ik de speech van Jos hoorde, toen had ik een persoonlijk voornemen wat ik meteen met mijn collega gedeeld heb. Volgend jaar zitten wij in de kerstspeech van Jos. Het zal een jaar worden waarin we ons niet hoeven te vervelen. Vol van actie, vol van ambitie. En het wordt gewoon een geweldig jaar 2015. Als het moet, dan stropen we allemaal de mouwen op en dan staan we zelf de karretjes en de pallets te laden. Wij vinden soms dat wij te langzaam bouwen. Nou, daar willen we aan werken. En dan is het een kwestie van gaan en doen en dan de problemen aanpakken. En soms zijn dat moeilijke gesprekken, maar dat levert je uiteindelijk wel verbetering op. En dat is wel waar wij voor staan en waar Schiphol gelukkig ook voor staat.